Dus blijkbaar kan een zwangerschap epilepsie temperen of terug opwekken. En kei verrassend, bij mij is dat terug opgewekt. Nu heb ik in augustus in de kliniek gelegen omdat ik een aanval voelde aankomen. Ik heb toen ook wel een kleine aanval gehad. En ik weet dat dat echt kei slecht is. Dat is eigenlijk veel slechter dan dat je pillen pakt. Dus ik ben ook zo in paniek geschoten. Nu zijn we oktober en ben ik terug naar de neuroloog gegaan. Ik mag nu ook nog altijd niet met een auto rijden. Dat heeft die mens gezegd. En ik moet terug medicatie pakken. Omdat hij zegt van het eerste trimester ontwikkelt je kindje nog en is beter dat je geen medicatie pakt. Maar hoe verder, ja, is beter dat je medicatie hoog genoeg is. Omdat ik anders een miskraam zou kunnen krijgen. Want nu is het volledig gevormd. Dus qua misvormingen en zo, zou dat eigenlijk normaal niet kunnen. Allee, ik zal hem maar afkloppen. Maar ik kan wel een miskraam krijgen. Als ik nu een aanval krijg, dat kindje haalt ook haar zuurstof uit mijn bloed. En als ik een aanval krijg, heb ik even geen zuurstof meer. Dus zij ook niet. Of ja, met de bevalling van de stress en zo. Dus ja, dat wil ik niet. Dus ik ga nu terug mijn medicatie pakken. En dat is kei raar voor na 4-5 jaar terug met de medicatie te beginnen. Dat ik nu elke dag terug moet pakken. Ik hoop dat dat opbrengt dat ik ja, geen aanval meer krijg. Want ja, ik pak nu ook nog ja, die weeënremmers. Maar dat is een ander verhaal. Maar ja, blijkbaar is een epilepsie wel terug. Maar ik hoop gewoon mijn medicatie te kunnen pakken. Dat het onder controle blijft. En ja, dat er voor de rest niks mis is. Want ja, voor mij is dat ook niet echt goed, hè, een aanval altijd krijgen. Want daar ben ik altijd keislecht van.